Jamke Red, De Tijd is van Rubber, is een interdisciplinaire voorstelling over leven tussen twee culturen in. Als je in twee culturen opgroeit, ontstaat er een soort derde cultuur, een tussencultuur. Maar als je die tussenruimte niet vindt, blijf je jezelf aanpassen, een deel van jezelf wegdrukken om erbij te horen. De voorstelling gaat over Dani, een vrouw die wordt opgenomen omdat ze stemmen hoort. De artsen kunnen maar geen diagnose stellen. Dani heeft haar hele leven lang geprobeerd zich aan te passen, zo min mogelijk op te vallen. Hij heeft een deel van haar culturen weggedrukt. Maar nu ze volwassen is en haar eigen leven probeert te leven, dringt de geschiedenis van haar familie zich op. Dit lichaam, het glimlacht wel, het doet haar best, vandaag wel, het past zich aan. Het leeft door, maar sommige dagen kan ik alleen maar bewegen. Jamke Red is een Indonesische term. Het betekent de tijd is van rubber of de tijd is elastisch. En vaak wordt het gebruikt om een leefritme aan te geven. Maar voor mij staat die term ook voor hoe de verhalen uit mijn Javaanse cultuur met vertraging in mijn leven een plek hebben gekregen. Mezelf vinden in die tussencultuur, dat was een lang proces van luisteren, onderzoek doen, familie terugvinden en verhalen taal geven. Als je te lang wacht, als je te lang in de stilte blijft wachten, doen me er stemmen op die je niet wilt tegenkomen. Dit verhaal wordt gespeeld door Kira Bouergen en gedanst door Romee van der Meent, die ook de choreografie doet. In het gesprek met hen herken ik het zoeken naar een ruimte tussen twee culturen in. Kira is een muzikale actrice die op een sensitieve manier een groot verhaal kan brengen. Romee heeft een eigen dansstijl ontwikkeld en benadert dans als poëzie. Jamke Red, De Tijd is van Rubber is een voorstelling over je eigen plek creëren, los van verwachtingen. Over ruimte innemen, los van je omgeving.